Met onze veiligheidsbarometer trachten we een beeld te krijgen hoe vaak criminaliteitsfenomenen voorkomen. Want meten is weten, maar heel vaak hebben we geen idee hoe vaak bepaalde criminaliteitsfenomenen zich voordoen. Zeker en vast het geval voor kleine ondernemingen en zelfstandigen, waarvan we heel vaak niet weten welke veiligheidsproblematieken zij te kennen krijgen. Vandaag hebben we bij ons online Danny van Assen, CEO van Unizo. Dag Danny, goedemiddag. Heb jij een idee over het aantal, over de problematieken, de veiligheidsproblematieken van uw leden? Ja, wij hebben daar een vrij goed zicht op. En je kan die eigenlijk in een drietal categorieën onderscheiden. De meest klassieke, laat ons zeggen, is de criminaliteit waar we allang mee te maken krijgen. En dat zijn dan bijvoorbeeld winkeldiefstallen. Dat kan occasioneel zijn, maar dat kan ook op een meer gestructureerde manier voorkomen. En in de laatste maanden hebben we toch ook een aantal keer oproepen van leden gehad waar er effectief zware agressie is gebruikt, waar er echt een winkeloverval is geweest. Dus laat ons zeggen dat dat de klassieke criminaliteit is die al heel lang, jammer genoeg, bestaat en er nog altijd is. Wat de afgelopen jaren met stip is gestegen en waar we ook de meeste oproepen krijgen, dat is cybercriminaliteit. Dat is het phishing aan de ene kant, maar evengoed het inbreken in de bestanden van bedrijven. Wat bij de meeste ondernemers wel aangeeft dat ze veel meer moeite moeten doen om veilig te gaan werken wat hun data betreft. Maar waar ze toch meestal ook aangeven dat ze daar zelf nog niet al te goed mee bezig zijn. Dus daar is heel wat werk te doen. Een derde categorie die heel specifiek voor het afgelopen jaar is, dat is, laat ons zeggen, de agressie waar men mee te maken heeft gekregen in de coronatijd. U weet dat er heel wat regels moeten gevolgd worden, zowel binnen de bedrijven als binnen de handelszaken. En wat we heel vaak meemaken is verbale agressie van zowel klanten als werknemers of leveranciers die toch niet helemaal bereid zijn om de regels te volgen zoals ze worden opgelegd en dat op een heel agressieve manier gaan uiten. Ik denk dat dat wat de drie belangrijkste groepen zijn die we in het afgelopen jaar hebben vastgesteld. Mm-hmm. Het is duidelijk dat veiligheid voor Unizo en voor uw leden een heel belangrijk item is. Kan u mij kort toelichten wat het belang is voor u en uw leden om deel te nemen en onze veiligheidsbarometer mee te ondersteunen? Ja, wel, die veiligheidsbarometer is van een zeer groot belang, want heel vaak wordt er pas opgetreden tegen iets wanneer er ook effectief een probleem is. En een probleem is er pas wanneer je kan aantonen dat er een probleem is. Dus in die zin is het heel belangrijk voor ondernemers om deel te nemen aan die veiligheidsbarometer, zodat we ook kunnen aantonen dat er in deze of eventueel nog andere categorieën waar we het bestaan niet van weten, dat daar een probleem is en dat we daar ook een beleid tegenover kunnen stellen om daar iets aan te doen. Ik gaf al het voorbeeld van de cybercriminaliteit, wel dat we bijvoorbeeld opleidingen kunnen geven die ervoor zorgen dat ondernemers daar beter tegen gewapend zijn, maar dat we ook aan de overheid kunnen vragen om daar initiatieven te nemen. Dus het is heel belangrijk dat die veiligheidsbarometer goed wordt ingevuld, want op die manier krijgen we beter zicht op wat de problematiek is, meten is weten, en dan kunnen we er ook iets aan proberen te doen. Mm-hmm. En tot slot nog een laatste vraag. Hoe kunnen uw leden concreet deelnemen aan deze barometer? Wel, dat is vrij eenvoudig. We hebben die op onze website gezet, op www.unizo.be/veiligheid. En daar vindt u deze barometer terug. Maar uiteraard gaan we dat ook verspreiden aan onze leden, zodat ze gewoon, wanneer ze onze nieuwsbrief binnenkrijgen, op een heel eenvoudige manier deze barometer kunnen invullen. Beste Danny, hartelijk dank voor de babbel en vooral ook voor de verduidelijking van het belang en ook het beeld dat jullie hebben over veiligheid voor uw leden.